Wisten, wat leuk! Ja, leuk hè? Wat een verrassing! Ja, Vlieland! Ja, leven als een nationale parels! Ja, een echt waddeneiland. Hé, hey, maar ja, wat gaan we hier doen? Rijden met EV's? Heb je cabriolets klaargezet? Ik ben benieuwd wat je in gedachten hebt. Zeg Buma, ik heb al wel helemaal door dat jij vroeger bij aardrijkskunde nooit hebt opgelet, hè? Hoezo? Nou, omdat Vlieland zo'n eilandje is. Zo'n eilandje. En omdat het autoluw is. Autoluw? Ja, autoluw, ah, ja. Die boot is al weg. Nou, weet je nog dat wij op een elektrische fiets en met een elektrische auto een wedstrijd hebben gedaan, een tijdje geleden? Ja, dat weet ik nog, want die won ik met de elektrische auto. Ja, ja, hij won hem, ja. En weet je nog dat wij met een elektrische tandem de Mergelandroute hebben gefietst? Oh nee, we gaan toch niet? Ja, dat gaan we wel. En niet alleen omdat deze... Nou ja, hij is eigenlijk nooit weg geweest bij jou. En ook omdat op de website van de ANWB sinds kort een test is te zien met 20 elektrische fietsen. Hartstikke uitgebreide test. Wat kunnen ze? Wat kosten ze? Goede punten, zwakke punten, de hele bliksemsbende. En wij gaan met deze fietsen straks een stukje Vlieland fietsen. Hoe vind je dat? Leuk! Nou ja, weet je, ik heb dit keer in ieder geval mijn eigen fiets van je gekregen. Ja. Waarvoor dank. Aan de andere kant. Het is wel een damesmodelletje. Heb je er ook nog een mandje bij met bloemetjes? Zo? Nee, dit is een genderneutrale fietsman. Ja, als je het zelf maar gelooft. Hé, maar één ding. Ja. We gaan dit keer wel fatsoenlijk eten, hè? Geen gerommel met bijenhoning of zo. Ja, je kent me toch, wij eten altijd fatsoenlijk als ik erbij ben. Jij hebt de B-twin, ik op de moustache. We gaan lekker fietsen. Ik kan zien dat hij er zin in heeft. Kom, Buma. Hé, hoe zet je dat ding aan? Zeg, Wisse, jouw kennende, heb jij deze fietsen niet zomaar uitgekozen? Er zit vast weer een bedoeling achter. Ja, er zit zeker een bedoeling achter. Kijk, deze twee fietsen zijn goede voorbeelden van de test die we met de ANWB hebben gedaan met 20 fietsen. En die fietsen die zijn niet alleen in de praktijk getest, maar ook virtueel. In een laboratorium in België. Ja, dat is geen half werk, hè? Nou wel. Ze hebben gekeken naar de werking van de displays, naar de werking van de remmen, hoe goed het frame is. Ze hebben getest hoe die fietsen zijn met de motor aan, met de motor uit. En er kwamen hele interessante dingen uit. Zo bleek bijvoorbeeld dat ze eigenlijk alle 20 best wel goed zijn, maar dat er ook wel verschillen zijn. Zo is de ene heel erg betaalbaar en de andere is heel erg slim. En die fiets van jou, Buma, die B-twin, die is het allebei. Oh? Ja. Hij heeft bijvoorbeeld een wifi-console en die kan jou een melding geven als er iemand aan je fiets zit. Of als jij hem ergens geparkeerd hebt en je weet niet meer waar, wat heel goed kan gebeuren bij Buma. Dan kan je hem... en zeker hier, want al die duinen lijken op elkaar. Ja, maar dan kan je hem dus gewoon terugvinden. Oh, dat is wel handig. Maar hoe zit het dan met jouw fiets? Nou, mijn fiets kan weer andere dingen. Ik heb bijvoorbeeld een batterij in het frame en bij jou zit die onder je bagagedrager. Mijn fiets is daardoor stabieler. Jij moet bijvoorbeeld niet met loshandige fietsen nu, want dan ga je hupske zo ieder wat eens heen. Nou, dan was ik met mijn motoriek toch al niet van plan. Nee, dat is heel verstandig, heel verstandig. Nou ja, voor de rest zijn beide fietsen een goed voorbeeld van wat een elektrische fiets aan actieradius heeft. Wij kunnen ongeveer 45 kilometer ver komen met de meeste ondersteuning aan. Dus als ik hem op turbo zet. Ja, bij mij is dat power. Ja, power. Power. En als ik hem nou op de laagste ondersteuning zet, eco, dan kom je bijna twee keer zo ver. Dan kom je bijna 90 kilometer ver. Kan je me bijhouden? Hey, hallo. Power. Vlieland is de kleinste van alle bewoonde Nederlandse waddeneilanden. De langste fietsronde over het eiland is nog net geen 25 kilometer. Dat is zelfs voor Buma prima te doen. Vlieland is bovendien een eiland zonder auto's op een enkele vergunninghouder na. Dus het is lekker relaxed fietsen. Onze route loopt een beetje kriskras over het eiland, zodat we de fietsen flink op de proef kunnen stellen. Ja, ik weet het niet hoor, Wisse. Ik vind het allemaal niet optimaal hier. Ik rijd op een schelpenpaadje, dan is mijn remweg anders. Ja. Het is hier sowieso hartstikke smal. Ja. En door die elektromotor ga ik harder dan ik zou willen. Dus ik vind het niet optimaal. Joh, dat valt toch allemaal best wel mee. Je kan toch fietsen? Het is trouwens wel grappig dat je over dat remmen begint. Want vroeger hadden elektrische fietsen echt slechte remmen. Dan heb ik het over 15 jaar geleden. Maar tegenwoordig hebben bijna alle elektrische fietsen wel hydraulische remmen. Velgremmen of schijfremmen. Maar goed, als je het niet vertrouwt, dan gaan we toch gewoon nu even remmen. Kom Wat? Even naast me fietsen. Hallo? Kom even naast me fietsen. Waarom? Nou, dan kunnen we even remmen. Ik wil niet remmen. Kijk of wie het eerst stilstaat. 1, 2, 3, remmen. Hier. Oh. Hoe moeilijk kan het zijn? Voel je nu een beetje veiliger? Ja, nou, eigenlijk wel. Ja. Hé, moet je kijken hoe mooi het hier is. Ja, prachtig, hè? Mooi is eigenlijk nog zacht uitgedrukt. Het is hier prachtig. Uiteraard zie je op Vlieland zeehonden. Maar het is ook een walhalla voor vogelliefhebbers.
Jaarlijks maken zo'n 200.000 trekvogels hier een tussenlanding. Er fladderen meer dan 300 soorten rond, waaronder de tureluur, de wulp, de grutto, de zilverplevier, de lepelaar en natuurlijk de bonte strandloper. En dan is er natuurlijk dat ruige duinlandschap, de kilometerslange zandstranden, bossen, polder en kwelders. En pittige duinhellingen, zoals deze hier, de Vuurmoedsduin. Links, Buma. Hier gaan we even omhoog, Buma. Bovenop staat de vuurtoren. En we gaan omhoog omdat deze fietsen in de test zijn beoordeeld op hun klimcapaciteit, hè, met de ondersteuning. Dus dat gaan we ook even doen nu. Ja, doe even normaal wissen. Ik zie die vuurtoren niet eens. Hoe steil is die helling wel niet? Ja, dat valt reuze mee. Het is maar 40 meter hoog. Het maar 40 meter hoog. Ja, dat is het hoogste punt van het eiland. Bovenop staat dus die vuurtoren. Weet je trouwens, het is heel leuk. Die vuurtoren die stond oorspronkelijk in IJmuiden. Dat is boven het stukje gepakt. Die staat erboven. Dat is toch geinig? Hartstikke leuk. Ze verkopen er vast ook bij de VVV een aanzichtkaart van. Kom nou. Jongen, jongen. Wissie, hier beleef je toch geen plezier aan? Joh, dit is hartstikke leuk. Kom op, schiet erop. Dit is ook een hellingje van niks, jongen. Ja. Dit... Weet je wat een steile helling was? Die testers namen. Dat was bij Kerkrade. Dat was een helling van 1100 meter lang. Daar zat een stijgingspercentage in, een stukje, van 16%. Een stijgingspercentage van 16%? Dat zegt mij toch helemaal niks? Wat is het stijgingspercentage van deze klim wel niet? Ja, dat weet ik veel minder. In elk geval, dat was zo steil dat die testers soms moesten stoppen en afstappen omdat die hulpmotor gewoon niet meer genoeg hulp bood. Of omdat ze niet meer konden schakelen. Dat was pas een helling. Dat is wel wezenlijke informatie, want stel nou, hè, dat je zo'n e-bike zou kopen om in de zomervakantie lekker met de bergen in te trekken. Ja, dan wil je natuurlijk wel zeker weten dat je ermee uit de voeten kan, anders heb je een kat in de zak. Ja, aan de andere kant, de meeste e-bikes zullen denk ik gewoon in Nederland worden gebruikt. Ja, precies. En zolang je niet de behoefte voelt om de vuurtoren van Vlieland te gaan bekijken, kom je dan wel aan je trekken. Joh, die vuurtoren van Vlieland die haal je ook makkelijk, we zijn er bijna. Trouwens nog even over dat schakelen. Ja. Jij hebt natuurlijk wel een naversnelling en ik heb een derailleurversnelling. Dat betekent dat jij, als je wil schakelen, moet jij je voeten stilhouden. Oh, dat ging er net en mis. En dan val je stil. Ik kan schakelen, kijk. En ik kan blijven trappen. En ik heb meer versnellingen. Ja, het zal weer eens niet. Nou, kom op. Nog even doorzetten, Buma. We zijn er bijna. Boven wachten vanaf hier voor je. Yes. Mooi, man. En dat is dus de verrassing. Kijk, we gaan lekker kaas eten. Vlielander kaas. Wissie, je weet toch dat ik helemaal niet van kaas hou? Oh, wat een gedoe weer. Nou, ik weet toch wel wat anders. Kom maar. Surpieten, ongelooflijk. Kijk, Buma, is dit leuk of niet? Na al jouw whining, gaan we nu dining. Ik zie het. Klinkt mij als muziek in de oren. Ja, goed hè. Hey, haal jij even je accu uit je fiets? Wat? Even doen. Wat? Met een D? Lachen, joh. Lachen, ja. Haal het ding er nou uit. Hoezo? Nou, die accu die kost €750, man. Dat is een hartstikke duur ding. Wat een geld, man. Ja, dus heel goed. Kijk, jouw accu is 417 watt, die van mij 500 watt. Wat? Die... Dus en ze verbruiken ongeveer evenveel, dus ik kom verder, want ik heb een grotere batterij. Mijne zit mooi in het frame trouwens, hè. Die batterij van mij trouwens, die is lang en glad. Als ik die eruit haal en ik laat hem vallen, wat heel gemakkelijk gebeurt met die, dan is hij waarschijnlijk stuk. En dan kan je er beter maar niet meer mee gaan fietsen, want dat is best wel link. Je weet niet wat er dan kapot is. Geldt dat alleen voor jouw batterij? Nee, of... Geldt voor alle batterijen, ook die van jou. Dus hou hem goed vast, zou ik zeggen. Ja. Zeg maar, stel nou dat alles goed gaat. Laten we daar even van uitgaan. Hoe lang duurt het dan voordat die batterijen weer vol zijn? Nou, als die echt helemaal leeg is, 2 tot 3 uur. Ah, dat is mooi. Dan kunnen we 3 gangen op. Misschien een amuse. Nee, want hij is een beetje leeg. Het is alleen maar een beetje bijladen, man. Nou, dat is toch een bitter garnituur dan. Zeg, Wisse, je had het net over duur, hè? Ja. Nou heb ik even die test opgezocht. En mijn fiets is nog het voordeligst eigenlijk van het hele zwikkie. Ik zit aan net geen 2 mil. Maar jouw fiets is iets gewoon duurlijk. €3300. Wat een geld, man. Ja, ongelooflijk. Hè? Nou, proost. Ja, cheers. Dan zijn er wel wat prijsstijgingen geweest, hè, de afgelopen tijd. Door gebrek aan onderdelen, door gebrek aan ruimte in containers op schepen. Want zover gaat het, gewoon logistiek. Dus ja, dan gaan die prijzen omhoog.
Nou is het wel zo dat je in Nederland heel veel merken van elektrische fietsen hebt. Hè? Dat begint bij €700 en dat loopt, hou je vast, helemaal door tot €6.000. Hè? Ja, en dan tel ik speed pedelecs nog niet eens mee. En wat we bij de ANWB nou getest hebben, zijn fietsen uit de middenklasse van rond de €3.000. Nou goed, een middenklasse auto is tegenwoordig ook niet meer goedkoop. Wat me opviel trouwens, is dat er heel wat verschillen zijn tussen die 20 fietsen die zijn getest. Of dat nou gaat om het gewicht of om de actieradius. Maar ook, wissen, om de krachtige motor. En die van hem, de Moustache, die heeft natuurlijk weer de sterkste motor. Ja, dat is toevallig. Ja. maar je had het net ook over gewicht, hè? Ja. En dat gewicht, dat is best wel een dingetje. Want de elektrische fietsen, die zijn niet licht. Die van ons zijn nog relatief licht met 25 kilogram voor mij en 26 kilogram voor jouw fiets. Maar 11 van de 20 geteste fietsen weegt meer dan 30 kilogram. Dan moet je nagaan, als jij dus twee van die fietsen wil meenemen op jouw fietsendrager, achterop de auto, dan ga je voor je het weet over de kogeldruk heen van je auto. Ja, die fietsendrager weegt natuurlijk zelf ook nog wat. Ja. Maar als je nou de batterijen eruit haalt... Ja, dat scheelt wel iets, een paar kilo. Maar wat je dan weer hebt, is dat de draden gewoon los erbij hangen bij sommige van die fietsen. En als je dan door een stortbui rijdt met je fietsje achterop de auto, dan gaat het natuurlijk niet worden. Als mijn fiets... Niet alleen de sterkste, maar heeft ook een klepje, zodat ik dat probleem niet heb. Nou, boeiend. Kunnen we dan nu aan mijn gewicht gaan werken? Op weg naar Vliehorst, ook wel de Sahara van het noorden genoemd. De Vliehorst is een uitgestrekte zandvlakte van 25 vierkante kilometer. Daar lag vroeger het dorp West-Vlieland, dat in de 18e eeuw in zee verdween. De luchtmacht oefent er nu al tientallen jaren met bommenwerpers. Midden op de zandvlakte staat al een paar honderd jaar een huisje dat tientallen drenkelingen heeft gered. Nu is het een trouwlocatie en een Juttersmuseum. Maar we moeten toch even één dingetje doen. En dat is even fietsen zonder de hulpmotor. Die moet je even uitzetten. Nou, we zijn toch al bijna boven. Durf ik wel aan. Oh, dat scheelt zo. Dat is een stuk zwaarder. Zo, wacht even hoor. Jeetje. Dit is zwaarder ook dan op een normale fiets. Ja, je moet door die... Ik zet hem weer aan hoor. Dag. Je moet door die elektromotor heen fietsen. Zo, ogenblikje. Wat bleef je nou? Toch een stuk beter zo. Zeg, Wiese. Ja. Elektrische auto's, hè? Ja. Die zijn Europees verplicht om een geluid te maken, omdat je ze anders niet hoort aankomen. Nee, hoe zit dat met fietsen? Ja, je hebt toch een bel. Ja, auto's hebben ook een toeter. Ja, daar heb je een punt. Maar we kunnen natuurlijk... Zo, kijk Buma. Dit is het einde van onze fietstocht. Ook het einde van het eiland zo te zien. Ja, dan heb ik nog wel een verrassing voor je, want we gaan nog een stukje waterfietsen. Nee, geen waterfietsen natuurlijk, maar wat vond je ervan? Nou, ik moet eerlijk zeggen, het viel me niet tegen. Vlieland is natuurlijk prachtig en op zo'n e-bike vind ik fietsen ook niet onaardig. Maar het is wel goed dat die dingen getest zijn, want er zijn nog wel wat zaken waar je op moet letten. Nou Buma, ik ben blij dat jij ook bent aangekomen in het heden, hè? Want elektrische fietsen zijn natuurlijk al een tijdje gemeen goed. Actieradius van dit soort fietsen wordt steeds beter. Remproblemen, ja, die zijn er eigenlijk niet meer. Alleen een steile helling op fietsen met zo'n hulpmotor, dat is nog een beetje een dingetje. Ja, en de prijs, hè. Kijk, fabrikanten kunnen er natuurlijk niks aan doen als er zaken spelen op het wereldtoneel die de prijs opdrijven. Maar toch, het prijskaartje wat aan die e-bikes hangt, is nog steeds aanzienlijk. Ja, dus is het best wel slim om de test van de ANWB er even bij te pakken van de fietsen die wij getest hebben. Zodat je een beetje gaat, het koren van het kaf kan gaan scheiden. Hè? Oh, oh. Volgens mij hoor ik een wulp. Wat? Of is het een zilverbevier? Wat? Het kan ook een bonte strandloper zijn. Wat? Maak je nou een watgrap? Ja, een watgrap met een D of een T, een dubbel T. Zie nou stom die watgrap er. Daar moet je wat mee doen. Ophouden bijvoorbeeld. Ja. Vreselijke grap. Weet je wat jij moet doen? Ga eens even lekker wat lopen.